Nederland 1. Actualiteiten. Dames en heren, goedenavond en welkom bij In het Nieuws. De Nederlandse medicijnen zijn de duurste in Europa. Straks bij ons de man die dat gaat veranderen, staatssecretaris Simons. Er zijn zo langzamerhand meer namen van mogelijke bemiddelaars genoemd dan er gijzelaars in Bagdad zitten. En schieten die gijzelaars daar iets mee op? Het Verenigd Europa bedreigt onze Nederlandse taal en cultuur, maar wat hebben we eigenlijk te verliezen? Vandaag veel kritiek op de aangekondigde fusie van megaverzekeraar Nationale Nederlanden. Een fusie met een bank. Dus bij ons op de bank de bestuursvoorzitter Jaap van Rijn. Nou, vanavond, de druk inkt die is nog nat, ging er een nota naar de Tweede Kamer over een zaak die iedere Nederlander raakt. Het gaat over geneesmiddelen. In het nieuws is dus de staatssecretaris van Volksgezondheid Hans Simons. Meneer Simons, om te beginnen. Als je kijkt naar de prijs van medicijnen in Nederland, zijn wij duur? Nederland is helaas dit jaar het duurste land in Europa geworden wat betreft de prijzen van medicijnen. Vorig jaar nog nummer 3, vandaag helaas nummer 1. 35% betalen wij meer dan het gemiddelde Europese prijsspel en dat is veel te hoog. Maakt de industrie veel winst? De industrie maakt, als je dat Europees bekijkt, een kleine 30% winst. De winstmarges in Nederland liggen hoger. Dus ze maken veel winst. En ik heb nog nooit een bedrijf, farmaceutische industrie in België of Duitsland getroffen waar de winstmarges lager zijn, die failliet zijn gegaan. Dus het valt wel mee. Nou, u hebt daar een hele dikke nota over geschreven. Wat stelt u in uw nota voor? Kijk, in de kern gaat het hierom. We hebben in dit land, niet op één nauwkeurig, maar 8500 geneesmiddelen. En er zijn er een heleboel bij die te duur zijn en die niks toevoegen aan medische waarde, waardoor de patiënt er sneller beter van wordt. En wat we de afgelopen jaren gezien hebben, is dat de industrie voortdurend er belang bij heeft om van goedkope naar dure geneesmiddelen te gaan. En wat dit plan doet, dat is te zeggen, we gaan nu alle geneesmiddelen opnieuw indelen. We zorgen dat alle Nederlanders elk medicijn kunnen krijgen wat men nodig heeft voor zijn of haar kwaal. Maar diezelfde Nederlander moet ook niet te veel betalen, onnodig te veel betalen voor zijn geneesmiddel. Omdat we die centjes zo ontzettend nodig voor andere zaken kunnen gebruiken. Dat is de kern van het voorstel. Geen dubbeltje te veel voor het geneesmiddel wat strikt genomen niet nodig is. Dat is de kern. En wat gaat dat opleveren? Want dat is dus schatten, een bezuinigingsnota. Ja, wij schatten dat we praten nu over bijna 3 miljard kosten geneesmiddelen in Nederland. Dat zie ik af van de ziekenhuizen. Dat is nog, dat alweer opgeteld is nog meer, maar wat gewoon de huisarts en de apotheker voorschrijven. 3 miljard. We willen met deze benadering bereiken dat we de komende jaren, zeg in deze kabinetsperiode, dat houden we zeker vol, dat we 1 miljard gaan bezuinigen. Nou, die 1 miljard die we dus niet uitgeven aan geneesmiddelen, die we vandaag eigenlijk onnodig uitgeven aan geneesmiddelen, die kunnen we natuurlijk in dit land, lees nou elke dag de krant, alle brieven die je krijgt, besteden aan bejaardenorde, verpleeghuizen, transplantatiegeneeskunde, enzovoort, enzovoort. En als we onnodig aan geneesmiddelen uitgeven, dan komen al die andere zaken in de knel. Ja, nou begrijp ik dat u die bezuiniging wilt bewerkstelligen door de prijzen te verlagen. Maar denkt u nou de industrie te kunnen dwingen om aan die bezuinigingen mee te doen? Weet u wat ik geloof, mevrouw Joosten? Er zijn niet zoveel plannen geweest die we gepresenteerd hebben in de Volksgezondheidshoek die zoveel verzet hebben opgeleverd van de industrie. Dus er moet echt wat aan de hand zijn. We stellen blijkbaar iets voor wat ergens pijn doet. Ik noemde u eerder dat winstpercentage en die onnodig dure medicijnen. Mijn verwachting is, onze verwachting is, dat de industrie die nu te dure geneesmiddelen op de markt brengt,
Die zal, als dit systeem door de Kamer wordt geaccepteerd, binnen de kortste keren zijn prijs aanpassen aan het niveau waarop men ook een vergoeding krijgt van het ziekenfonds. Ja, dus ze zullen men dan zal, moeten. Men zal ze heel snel zijn conclusies trekken. Ja. Nou, de patiënt, als iemand nou, want het klinkt allemaal wel mooi, bezuinigen, maar als een patiënt nou echt een geneesmiddel nodig heeft en dat is duurder dan de gemiddelde prijs, wat moet hij dan alsmaar bijbetalen? De stelling is dat in het systeem wat wij voorstellen, ook in de veranderingen die we hebben aangepast, ervoor zorg gedragen hebben dat in beginsel niemand hoeft bij te betalen. Daarom hebben we ook steun van de dokters in dit land en van de apothekers gevraagd, die die steun ook voluit gaan geven de komende tijd. En dat betekent dat een patiënt die geconfronteerd wordt met een recept waaruit zou blijken dat hij moet bijbetalen, daarvan, dat hebt u liever niet. Ik heb het alleen liever niet, maar het is ook niet nodig. Want de medicijnen waarvoor een normale vergoeding plaatsvindt zonder bijbetalen, die zijn royaal aanwezig. Die zijn net zo goed. En de te dure geneesmiddelen, die voegen niks toe. Die zijn gewoon te duur. Daar belazeren we de burger een beetje mee, om het eens ronduit te zeggen. We komen nog ruimschoots over spreken. We hebben een heleboel mensen uitgenodigd die veel met medicijnen te maken hebben. En ik zou zeggen, laten we maar beluisteren wat zij te melden hebben. Ja, want die nota, dat is niet de eerste. Het is een herziene versie van de eerste nota. En die eerste die heeft grote bezwaren opgeroepen. Bijvoorbeeld bij de grootste patiëntenvereniging in Nederland, die van de diabetici. Meneer Van der Ploeg, wat waren die bezwaren die u toen had tegen die eerste nota? Nou, onze bezwaren waren dus dat we dus terug moesten van de insulinepen naar het ouderwetse systeem van insuline met naalden. Ja, spuiten met naalden. Met andere woorden, terug van de auto dus naar de paard en wagen. Ja. En het tweede bezwaar was dus dat het uit de markt halen dus van de insulinepen, dat het dus patiëntonvriendelijk is. Ja. U heeft inmiddels de nieuwe nota gelezen die hier op tafel ligt. Wat vindt u nu? Dan zeg ik dus dat de staatssecretaris voor een gedeelte tegemoet is gekomen aan de wensen van de diabetesvereniging in Nederland, maar voor een deel niet. En juist dat is dus het vervelende van de hele zaak. Nu wordt een patiënt wordt gedwongen om een insuline te nemen die dus niet past bij hem of bij haar. Ja. En ik bedoel, maar daarmee treed je dus in het, toch in het welvoelen van een patiënt. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn van een staatssecretaris. En ja, dat zal het ook vast niet zijn. Nee. Meneer Engelman, ik ga even naar u toe. U bent voorzitter van de grootste reuma-patiëntenbond, zeg ik het goed. Is de reuma-patiëntenbond die alle anderen overkoepelt. Hoeveel reuma-patiënten zijn er trouwens in Nederland? In Nederland zijn ongeveer 450.000 reuma-patiënten. En wat is uw reactie op dit plan? Mijn reactie op dit plan is, op de eerste plaats hebben wij het plan verslag gekregen. Ik heb een uur voor deze uitzending gekregen. Ik heb dus echt geen stellingname kunnen maken. Daar. Mijn voorlopige indruk is van het plan van de staatssecretaris dat de aanloopgeneesmiddelen, de aanloop antirheumatica, dat die worden getroffen. De mensen moeten daar allemaal voorbij betalen. En de antirheumatica die geslikt worden, die moeten ook worden bijbetaald. En nogal fors moet daar voor worden bijbetaald. Maar het is een voorlopige indruk die wij hebben. En zeker geen stellingname. Maar betekent het dat de reuma-patiënten in problemen komen? Wij komen zeker in problemen. Als u weet dat wij sowieso al door afkeuringsprocedures 30% van ons inkomen zijn kwijtgeraakt, nu ook nog voor onze medicijnen moeten gaan bijbetalen, komen wij zeker in problemen. Wij vinden ook dat als de medicijnen te duur moeten worden betaald in Nederland, daar kunnen wij als patiënten niet achter kijken. Met geen mogelijkheid. De staatssecretaris heeft met zijn ministerie veel meer mogelijkheden. Dan vinden wij dat de staatssecretaris het moet zoeken bij de farmaceutische industrie, de groothandel, de artsen en de apothekers. En niet bij de patiënt. En niet bij de patiënt. Hij mag ons niet gebruiken als breekijzer naar deze vier grote organisaties toe. Ja, meneer Simons, heeft u daar vast op reageren? Ja, eigenlijk zijn beide verhalen gelijksoortig. We hebben dus, u zei dat terecht, we hebben in mei een plan gepresenteerd waar zeer veel commentaar op zijn binnengekomen. En we hebben in de aanpassingen die nu zijn gerealiseerd vooral rekening gehouden met de belangen van de grote en gewichtige patiëntenorganisaties zoals in dit land. Insulinepennen zitten nu in het voorstel. Dat kan beschikbaar gesteld worden zonder bijbetaling. Maar niet voor alle insulines. Als ik de bezwaren goed begrijp, want laten we even, we hebben nog meer reacties. Ja. Dan zeggen de mensen van deze bonden, en met name ook van de reuma, er kan nog wel wat meer af van de winst van de industrie. En wij kunnen er wel wat minder voor opdraaien. Ja.
weet u wat eigenlijk het eigenaar is? We zijn nu tegemoet gekomen in het nadere voorstel door meer medicijnen, bijvoorbeeld voor reuma. Laten we een concreet voorbeeld nemen. Meer medicijnen voor reuma breng ik nu op een vergoeding die men dus zonder bijbetaling krijgt. Zou ik de industrie nog harder aanpakken, dan zou ik meer middelen... Ja, bijvoorbeeld een prijsbescherming. Dan zou ik meer middelen op die vergoedingslimiet brengen. En dat betekent dat, de Reumabond waarschijnlijk zou zeggen... ja, nou hebben wij nog grotere problemen. Goed, laten maar we zouden ook kunnen overgaan tot een prijsbeschikking. U moet het er niet halen over de ruggen heen van de patiënten. Wij denken dat dit de meest effectieve manier is... om de industrie te dwingen zijn prijs aan te passen. Laten we het even afwachten. We gaan even kijken hoe het in de praktijk werkt. Meneer Kook, u bent van de Landelijk Huisartsenvereniging, vicevoorzitter daar. Ik kan me voorstellen dat er bij de huisartsen in de spreekkamer... een forse discussie gaat ontstaan over welk medicijn wel, welk niet. Is dat een aangewezen plek daarvoor? Nou, we zitten niet op te wachten soort toestanden. Het is op zich natuurlijk niet echt aangewezen plek om een begrotingsprobleem op te lossen. Dat is duidelijk. Maar kunnen de huisartsen wel met hun noten uit de voeten? Ik heb hem vluchtig gezien. We hebben in het begin, enkele maanden geleden, behoorlijk wat commentaar geleverd. Op details is er zeker verandering aangebracht op detailleringspunten, maar er blijven ook nog problemen over. Welke bezwaren ziet u nog? Bezwaren is in elk geval dat waar mensen meerdere middelen gebruiken... het